Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Dit is al best wel lang geleden dat ik dit bij elkaar geshopt heb. Maar elke keer bleef maar een tasje zitten. En dacht ik van, ja, weet je, ik pak het een andere keer wel uit voor de camera. Vorige keer was mijn batterij leeg. Die keer erop kon ik mijn statiefstukje weer niet vinden. Alweer niet. En zo is er weer 2 weken geen video op het kanaal online gekomen. Oeps. Maar dat maak ik helemaal goed door vandaag een shoplog te maken en gelijk een soort unboxing van een paar pakketjes die ik voor mijn blog weer heb gekregen. Dus mocht je het leuk vinden om te kijken, kijk dan zeker verder. Ik heb net gewerkt, dus sorry als ik er een beetje belabberd uitzie. Ik heb 4 uur gewerkt bij de MT weer. Hecta, echt serieus, wat doen mensen op zondag? Ga gewoon lekker in de tuin chillen met het lekkere weer en ga geen boodschappen doen. Maar goed, de tijd ging lekker snel. Dus ja, ik ga... En ik zeg altijd wel, mijn vaste uploaddag is vrijdag. Maar ik denk dat ik geen vaste uploaddag meer heb. Want mijn leven is zo hectisch en druk. Dat ik gewoon amper tijd heb om soms nog te filmen. Sorry daarvoor, want ik wil echt heel graag filmen. Maar soms dan lukt het gewoon allemaal niet. Oké, back to the shoplog. Ik heb wat geshopt bij de Forever 21. Bij de Primark. Nog bij de H&M wat spulletjes. Bij de Floor More. Ik heb een perspakketje wat ik gisteren heb ontvangen, die ik ook wel even kan laten zien. Dus genoeg dingen om aan jullie te kunnen laten zien voor een video. Ik ga maar gewoon beginnen met het eerste tasje, Forever 21. En het eerste wat ik daar kocht was deze superleuke stripe jurk. Eerst, ik heb ook gelijk al wat dingen aan die ik nieuw had gekocht. Dus dat is wel grappig, want ja, ik dacht, hè, ik doe gewoon in deze shoplog al gelijk mijn dingen aan die ik nieuw gekocht had. En deze gestreepte jurk, nou ja, heel veel mensen hebben hier mening over dat het een soort gevangenisjurk is. Maar ik vind het een hele leuke basic jurk. Het is een maxi dress met van die splitten aan de zijkant. Ik had hier ook al een outfit foto meegemaakt, want deze ligt echt al 2 weken in het tasje te wachten om een shoplog te maken. Maar goed, dus die kostte bij de Forever 21, was 21 euro. Op zich een mooie deal voor zo'n... ja, voor zo'n leuke rok. En dan heb ik nog een echt meisjesachtig pakje. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik dit zou kopen. Maar ik heb een heel leuk, fleurig Aloha beach rokje gekocht. Met mintkleur, turquoise, roze. Eigenlijk alle leuke, vrolijke zomerskleurtjes zitten erin. En dan daarbij een crop top. En dit zorgt natuurlijk in zijn geheel voor een, ja, ook een soort jurkje-achtig iets. Echt super cute vond ik dit. En ja... Het is niet helemaal mijn stijl. Ik weet ook niet of ik dit echt naar school aan zou doen. Maar gewoon voor echt een super hete, zonnige, warme dag is dit ideaal. Het jurkje, of het is geen jurkje, het rokje kostte €14,99. Die komt trouwens van de H&M. Ik spring van de hak naar de tak, maar ik had maar 1 ding bij Forever 21 gekocht. En even kijken, het shirtje €7,99. Dus dit is gewoon zo'n crop top. Die kan je ook nog gewoon op een spijkerbroek, op een kort broekje of op een roze broek. Eigenlijk, ja, talloze combinaties. Dus dat setje, en daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben heel benieuwd hoe ik het ga combineren. Dat zie ik allemaal wel. Maar ja, die dus. Dan kocht ik ook nog bij de H&M gewoon een roze crop top. Die past ook weer heel goed bij dat jurkje omdat er roze in zit. Maar ja, dit kan je natuurlijk overal dragen op een zwart kort broekje of op een kort spijkerbroekje. Dus dat is helemaal leuk. En die was €4,99. Deze hebben ze ook nog in het zwart, in het grijs, in het donkerblauw. Dus ik denk dat ik nog een meer van deze crop tops ga halen. Bij de H&M ook nog een supermooi, ja, een beetje chiquer jurkje vergeleken met die andere dingen die jullie net gezien hebben. En dit is een... Wacht, hij zit in de knop. Dit is een heel mooi, chic, zwart jurkje met een open rug. Vind ik echt super mooi om dat te dragen. Zo'n open cirkeltje, zeg maar. En het leuke aan deze rok is dat hij van achteren langer is. En van voren wat korter. En dan geeft dat zo'n superleuk, zwierig effect. En ja, oh, love it. En als je dan gewoon een beetje mooi bruin bent en leuk sieraden erbij doet, dan staat dat superleuk. Ik denk dat ik deze ook naar de diploma-uitreiking aandoe, als dat eenmaal zover is. En deze was €25 bij de H&M. Ook nog een spijkerbroek, die heb ik toevallig nu aan. Mooi elster. Maar die heb ik nu aan. En ik had ook nog 2 zwarte broeken bij de Forever 21, maar dat is niet heel interesting om te zien, want het zijn gewoon zwarte broeken. Toen kocht ik bij de Sting. Ik wilde een hele andere winkel zeggen. Kocht ik bij de Sting, kocht ik dit spijkerjurk. En ja, dat is mijn eerste shop item die ik dus vandaag aan heb. En dit is trouwens de broek. Ik zal hem daar nog wel even close-up laten zien.
Maar ja, dit spijkerjerk. Ik was heel lang op zoek naar een spijkerjerk. En elke keer kon ik maar niet mijn goede combinatie vinden. De maat niet. Nou, dan was dit weer niet goed. Dan was dat weer niet goed. Maar nu heb ik hem eindelijk gevonden bij de Sting. Hij was 40 euro. Wat natuurlijk wel prijzig is voor een spijkerjerk. Maar ja, dit kan je gewoon makkelijk overal opdragen. Het staat eigenlijk overal wel leuk bij. Dus dat spijkerjerk. Winkeltje in Amsterdam, want ik was met mijn moeder naar Amsterdam om te winkelen, kocht ik een hele leuke peplum, een witte met een gouden zwarte rits, zeg maar, bij de décolleté, bij de borsten, zo maar te zeggen. En ja, een peplum valt gewoon heel mooi, want het accentueert je taille heel mooi, zodat het ja, net lijkt alsof je zo smal bent. Dat is natuurlijk dan niet zo, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dit is niet echt een echte peplum top, maar gewoon een, ja, een heel leuk topje, ook met zo'n rits erin. En dat zie je nu heel veel voorbij komen. Dus die twee. En even kijken, die witte peplum was €12,99 en deze was €9,99. Echt een superleuk winkeltje, allemaal leuke spulletjes. Dan kocht ik nog iets, namelijk een koraalroze maxi rok. Want ja, ik hou helemaal van die trend. Van de maxi jurken en de rokken was vorig jaar al. Toen kocht ik gewoon een basic zwarte. Maar nu dacht ik, het is wel leuk om zo'n peachy roze koraal kleurtje te kopen. En deze rok was €9,99. Een koopje. In dat winkeltje, ik weet echt niet meer hoe het heette. Staat ook niet op het tasje, want het is gewoon een cheap tasje. Maar vond ik ook een hele leuke ja, tas. Gewoon voor school of voor werk. Of voor gewoon als je gaat winkelen of zo. En ik vond deze echt wel heel erg leuk. Past ook mooi bij de seizoenen met het pastel natuurlijk. En ja, de tas is gewoon lekker ruim. Je kan hem zeg maar zo over je schouder doen. Dus dat vond ik echt een hele leuke tas. En ja, die nam ik dus ook mee. En die was, ik wou €2,99 zeggen. Die was €20, €19,99. En dat vond ik wel een mooi koopje. Dus die. Dan waren dat de aankopen zeg maar, van kleding echt in Amsterdam toen. Ik ben ook bij de Primark geweest, maar dat zien jullie dadelijk. Dan bij de Flormar kocht ik 4 nagellakjes. Maar die andere twee die liggen beneden. Sorry daarvoor. Goed voorbereid. Maar ik kocht wel 2 nagellakjes die ik eigenlijk al heel lang wil. En dit is een matte zwarte en een matte grijze. En ja, ik wil gewoon echt al heel lang matte kleuren nagellak. Omdat het gewoon awesome is. En als ik dan mensen zie met zwarte matte nagellak, denk ik, oeh, dat wil ik ook. Soms staat het wel cool tegen. Dus je moet wel uitkijken met wat voor kledingstijl je het combineert. Maar die kocht ik dus bij de Flormar. Ik had nog 2 kleurtjes. Namelijk deze roze die ik op heb. En nog een echt een fel aquablauwe kleur. Dus echt love it. Ik hou echt van dat soort kleuren. Maar die liggen dus beneden. Dat is zo'n zooi in bed. Dan was ik bij de Primark geweest. De eerste keer uit school even snel, want we hadden een tussenuur. En ik dacht, ik ga even snel naar de Primark. En even snel betekent voor mij ongeveer een half uurtje. Dan ben ik gelijk weer wel €50 lichter. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar goed, ik kocht gewoon wat kleine accessoires. Allereerst van die bloemetjes voor om je donut. Ik heb er nu ook eentje hier zo in. Die komt ook van de Primark. En ik zag ook nog deze variant met een beetje koraal en lila tinten. En een roze met blauw erin verwerkt. Staat dan heel leuk weer bij een spijkerbroek of een spijkerjack. En ook nog eentje met witte daisies. Dus gewoon echt van die madeliefjes. Heel cute. En ja, ik ben echt zo'n meisje die dat gewoon draagt. En meestal zie je dat dan hangen en dan denk je van, oké, leuk, maar ga je dat wel echt dragen? Maar ja, je ziet dat. Ik heb net gewerkt met deze flowers in my hair. Hartstikke leuk. Al die klanten. Oh, wat een leuke bloemetjes. Nou, daar doen we het alweer voor. Dan kocht ik bij de Primark superleuke van die subtiele kettingjes. Vorig jaar was het allemaal statement en groot en opvallend en veel. Maar nu zijn het allemaal subtiele kettingjes. En allereerst heb ik deze gekocht. Oh, weet ik, kan ik het van een soort shirtje houden. Met zo'n mooi, ja, gewoon eigenlijk heel basic, simpel dingetje eraan. En dit valt dan zeg maar zo op je borst, dat ronde dingetje. En die valt dan zo naar beneden. Ik ben zo goed in omschrijven de laatste tijd. Dan nog zo eentje, maar dan met een veertje. Ik heb even geen goede achtergrond, weet ik, kan zien. Met een heel schattig veertje erin verwerkt. En dan eentje die ik om heb. Dit is met zo'n groot rondje, zeg maar. Ik weet niet of je het kan zien. En deze, een ja, kettingje met 3 van die schattige kleine rondjes. Heel cute, heel leuk, heel basic ook. Maar ik dacht echt, oh, Primark, dat je dat verkoopt. Wauw.
En al die kettingjes waren uit mijn hoofd 2,50 of 2 euro per stuk. Echt super goedkoop. Dus nou, dat was de eerste keer shopping naar de Primark. En toen ging ik daarna nog terug. Want ik wilde ook nog even bij de kleding kijken. En toen kwamen we met deze tas naar buiten. Toen dacht ik, Charlotte, niet meer shoppen. Niet meer winkelen, want je geld gaat er gewoon aan. Dat is gewoon niet goed. Maar ja, daar werken we weer voor. Dus dan denk ik, boeien. En ze hadden allemaal veel te leuke dingen. Dus ja, dan kan ik mezelf niet inhouden. En dan wil ik het gewoon maar kopen. Allereerst zag ik dit superleuke kleurtje. En ik ben de laatste tijd echt een beetje van de pasteltinten, zoals jullie merken. En dit is een heel leuk, ja, gewoon heel basic shirtje. Maar de onderkant, de details, vond ik gewoon heel erg leuk. En schattig. En ja, ik dacht, nou, dat is wel leuk. Als je dat combineert met een jasje of een spijkerjack ook. En dit is zo'n leuke, ja, een beetje dat lichtroze, zachtroze kleurtje. En dan met van die kanten, accenten eraan, is dat helemaal leuk. En dit shirtje was €9,99 bij de Primark. Ik haal me gewoon even random eruit wat ik uit de tas haal hoor. Want anders dan moet ik alles gaan sorteren. Dat werkt niet. Dan deze sjaal. Ook lekker zonnig. Lekker ja, lenteachtig. Ik hou echt van sjaals. En de laatste tijd draag ik dat gewoon veel op jasjes. En als je dan 's ochtends toch nog naar buiten gaat en denkt van oh, het wordt mooi weer. Maar dan heb je toch nog een sjaal nodig als je dan op de fiets zit. Dan pak je jezelf helemaal dik in. Dus deze sjaal. En die heeft een leuk bloemetjesmotief. Helemaal zomers. Helemaal lenteachtig. Super leuk. Die sjaal was €5. Een lekker broekje voor in bed. Want ik heb het super snel warm in bed. En ik slaap op zolder. En als het dan warm is geweest die dag. Dan is dat gewoon niet chill. En dan wil ik gewoon het liefste. Ja, dan wil ik gewoon het liefst een kort broekje. Dus ik zag deze en ik vond de print en de kleur heel leuk. En ja, het is echt zo'n lekker wijd broekje waar je gewoon lekker in kan in bed. Dat ligt gewoon chill. En dit broekje was serieus, was maar €3. Dus ik dacht echt van, die moet ik meenemen. Tegenovergestelde van een pyjama broek, een sportlegging. Want ik ga binnenkort proberen te gaan hardlopen. Ik hou dat gewoon denk ik niet vol. Maar ik dacht, als motivatie koop ik gewoon sportkleren. En dat is dus deze broek geworden. Met een super hip tintje. Printje bedoel ik. En ja, nou ja, hij heeft van die lange, lange broekspijpen. Dus daar kan je dan gewoon je sneakers onder. Je hardloopschoenen. En dan gaan we met die banaan. Nog een super leuk item. Wat echt helemaal Charlotte-achtig is. Namelijk een jasje alweer. Maar dit is niet zomaar een jasje. Dit is een blazer die als een, ja, als zo'n kantenachtig geraffeld bloemmotiefje valt. Echt heel erg leuk. Ik vond deze echt, ik dacht echt gelijk, oh wow, love it. Ik trek hem daar ook nog wel even aan, dat jullie het kunnen zien. En ook weer het pastelachtige kleurtje, mintgroen is dit. En ja, ik ben helemaal verliefd op dit jasje. Deze was €18, wat best prijzig is voor de Primark. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het is wel super cute om te hebben. Nou, gewoon een heel basic zwart hemdje, want die vind ik gewoon fijn. Die heb ik nu ook aan. Je kunt gewoon makkelijk onder je werkkleren of ook onder jasjes en zo. Dus nou, dat is niet heel boeiend verder. Het laatste item is dit superleuke tasje. Ook weer zo'n pastelkleurtje. Ik zei het, ik ben helemaal van de pastel de laatste tijd. En nou ja, dit is gewoon zo'n langer, ja, schoudertasje die je gewoon makkelijk om kan doen als je even naar de stad gaat. Even snel iets moet halen. En het heeft een beetje dat Chanel-achtige lookalike met dat printje en zo'n sluitingje. Maar ik vond deze wel gewoon leuk om een keer mee te nemen. En deze was €8. Dan was dat alles van de Primark. Ja, lekker veel. Ik was in totaal echt wel een hoop geld kwijt. Maar je hebt wel altijd weer superleuke spullen ervoor. En vooral die donut dingen, daar ben ik echt blij mee. Want ja, ik draag het gewoon zoals je ziet. En maakt me echt niet uit. Dat was de Primark. Nou, dan het laatste onderdeel van deze video. Het laatste deel wat ik aan jullie ga laten zien. Is een klein perspakketje die ik gekregen heb. En ja, dit doe ik gewoon even snel. Even snel doorheen gaan. Sommige meiden vonden het leuk om te zien. Dus vandaar. En het zijn producten van NoAd. En dat kennen jullie vast wel. Het is een heel fijn zonmerk. En nou ja, vooral producten voor in de zon natuurlijk. En omdat het nu toch wel de temperaturen wat hoger omhoog gaan. En ja, toch zonniger wordt buiten. Heb ik een pakketje gekregen met wat dingen erin. Dit is bijvoorbeeld een Sun Protection Spray Factor 30. Dat heb ik echt wel nodig. Want ik verbrand echt super snel. Dan een dark tanning oil with coconut oil, cocoa butter en vitamine E. Super leuk, want van dit soort dingen word je volgens mij sneller bruin of zo. Mijn vader gebruikte dat in Curaçao altijd. En
Nou, dan moet je dat gewoon lekker over je lijf smeren en dan hup, vol in de zon gaan. Deze is super fijn, want die heb ik vorig jaar ook gehad. En die heb ik ook een keer in mijn goodiebag van de meeting toen uitgedeeld. Dit is gewoon een After Sun Lotion. Maar deze is super lekker verkoelend en heeft een geur van kokos. Dus echt heerlijk. En dan nog een Sun Protection Factor 50. Mocht je een kreeftje worden, dan is deze welkom. En het laatste wat erin zit, Sun Protection Factor 15. Nou ja, die kan je dan gebruiken als je iets bruiner bent geworden. Dus dat is wel, wel leuk. Dus deze producten hier ga ik ook nog wel een review over maken op mijn site. De laatste tijd ben ik ook niet meer zo actief op mijn site. Ik baal daar echt van, want ja, weet je, school, werken, stage, alles is zo druk. En dan heb ik er gewoon amper tijd voor. Dus dat is wel super jammer. Maar ik probeer het wel om te combineren. Alleen soms dan wil dat niet helemaal lukken zoals ik zelf wil. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Ik ga hem dadelijk gelijk bewerken en online zetten. Want ik wil gewoon weer een video op mijn kanaal hebben. En ja, ik vond het heel leuk om deze shoplog op te nemen. En het gewoon aan jullie te laten zien. Want toen ik een foto op Instagram postte. Toen vroegen mensen ook van, hey, kan je daar weer een shoplog van maken? Nou, bij deze. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer zeker op mijn kanaal. Zou ik leuk vinden. Ik probeer elke week een video te maken. Maar ja, dat lukt dus niet altijd zoals ik al zei. Maar mocht je het leuk vinden om dit soort video's te zien, vlogs, shoplogs, unboxings, dingen gewoon uit mijn leven, andere persoonlijke video's, moet je zeker even abonneren. Doe even een duimpje omhoog als je ook van winkel houdt. Wens ik jullie nog een fijn weekend en hopelijk tot volgende week. Doeg!